Welkom bij de online dooier van Budo Academie Fiscal. Ik ga jullie meenemen in deze eerste sessie van de Joe technieken. Ga ik jullie even meenemen over de Joe op zich. De Joe is een stok van 1,28 meter. Dat is een traditioneel wapen. Maar het is ook een heel praktisch wapen wat je kunt gebruiken voor zelfverdediging. Voordat we de technieken gaan doornemen met je, die ik eerst solo zal doen. Maar die ik ook laat zien met een partneroefening. Maar je kunt dat in je eentje perfect trainen. Ik gebruik ook vaak mijn wandelstok als we lekker aan het wandelen zijn in het bos. Dan heb ik de wandelstok bij me en daar kan ik perfect even een moment voor mezelf pakken en dan even de Joe-technieken trainen met mijn wandelstok. En nou, hij heeft misschien iets kleiner en misschien heb je een andere wandelstok. Maar je kunt hier heel makkelijk ook je Joe-technieken mee trainen. Nou, voor zelfverdediging is de Joe heel erg effectief. Denk daarbij even aan je paraplu. Als je de technieken even doorvertaalt naar de praktische toepassing voor zelfverdediging, dan kun je de technieken die je met de stok doet, kun je heel makkelijk één op één omzetten naar een paraplu die als een perfect zelfverdedigingswapen ingezet kan worden. Dus daarmee probeer ik ook de praktische toepassing van deze Joe-technieken aan jullie mee te geven. Nou, de eerste van de serie zijn er 8 totaal. Dan begin je in de eerste positie. Je voetstand is ongeveer 1 voet van elkaar. En de Joe, die heb je voor je staan in een vrij neutrale positie. Zorg dat de Joe recht blijft staan en je hand zakt naar beneden. Je hand komt er omgekeerd bij. Je stapt iets uit de denkbeeldige lijn van de aanval en je controleert. Ja, dit is eigenlijk je eerste actie. Dan lift je de achterkant omhoog. Je schuift met je hand naar voren. Je stapt om en je maakt een slag op het hoofd. De volgende handeling is een stapje opzij en je schermt je hoofd af met je vingers onder de Joe, zodat je de oppervlakte kan gebruiken om jezelf te verweren. En vervolgens counter je met een lage slag richting de knie. Dus nog een keertje. Je begint frontaal. Omgekeerd pakken. Maak de slag. Hierna laat zakken. Maak een slag richting het hoofd. Ontwijk. Scherm jezelf af en maak de laatste slag richting de knie. Bij de tweede handeling, tweede van de Joe-serie, dan heb je de Joe in het midden vast en je laat hem verdwijnen achter je been. Dus als ik naar voren sta, dan zie je dat de Joe verdwijnt achter mijn been. Hierdoor kun je hem dus als een verrassing gebruiken. Het verrassingseffect is bij deze techniek essentieel. Bij de eerste liet je hem zien in een wat neutrale positie, maar nu verdwijnt hij en op het moment dat je aangevallen wordt kun je vanuit de verrassing kun je hem in één keer gebruiken. De volgende actie is een verdedigende techniek met een steek. Daarna draai je weer om en je maakt een slag richting het hoofd. En dan heb je hem eigenlijk altijd ongeveer in het midden vast en een klein stukje van het uiteinde. Dus nog een keer, je hebt hem in het midden. Aanvallen komt naar voren. Je ontwijkt, steekt. Maak een werende actie, controleer het wapen, maak een steek en hier vandaan maak je de slag richting het hoofd. Dus nummer 1, slag hier vandaan, slag afschermen, slag laag. Nummer 2, hij verdwijnt in de tweede positie, maak de stoot, weren draaien, steek. Omdraai en slag. Dit zijn de eerste 2 handelingen van de Joe-serie van 8. De volgende zullen we in de volgende film met jullie doornemen. Dank jullie wel. Deze staat. Dan kom je zo in. Oh ja. Oh, zo. Dat is het.